Een hele goede morgen, guys. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb echt een heerlijke nacht gehad met Esa. Die heeft echt heerlijk geslapen. Hij is 2 keer wakker geworden vannacht en dat vind ik echt een dikke prima. Maar ik heb eigenlijk heerlijk geslapen. Ik ben wakker geworden. Hij is nu even aan het spelen beneden in de box. Dus dan had ik eventjes de ruimte om me snel om te kleden en een beetje make-up op te doen. Haren gewoon even snel in een staartje gedaan. Ik heb daar even tijd voor. Nesim gaat zo weg. Dus even snel gebruik maken van mijn tijd. Ik heb dus nu gewoon truitjes uit die ik tijdens de zwangerschap ook aan had. Alleen ja, die vallen nu best wel lelijk. Omdat ik hem natuurlijk helemaal heb uitgereikt. Dus ik moet echt weer gaan shoppen. Niet normaal. Parfum of the day. Want ja, deze meid houdt weer van sterke parfum. I can't, maar... Sugarwood, it is for today. Ah, favoriete moment van de dag. Heerlijk. Dancing fruit. Hey. Hey, Sandy. Hey. En ik weet nog niet wat ik moet doen. Ga ik naar de box, dan is er heel veel licht bij. Shit, sorry. Hij is aan het snurken. Hoor je dat? Oké, guys, mijn baby slaapt. Dus ik heb nu tijd om het met jullie te unboxen. Ik heb namelijk heel veel dingetjes besteld voor de keuken van West Wing. Van de West Wing Collection. Die moeten jullie echt even checken, want ze hebben daar echt heel toffe dingen voor in huis. Echt voor je keuken, woonkamer, slaapkamer, noem maar op. Ze hebben echt zulke leuke dingen. En ik heb een paar dingen voor de keuken besteld. En ook voor de woonkamers. Ik laat jullie even alles zien. Als eerst hebben we hier de serviette. Het is een 12-delige. Ik vond deze echt zo mooi. Ik heb eigenlijk best wel een specifieke smaak qua keukenspullen. Ik hou echt van een beetje crème-kleurige servies. Ik vond deze echt super mooi. Je hebt hiervan dus dinerborden, ontbijtborden en dit is een pastabord. Eerlijk te zijn hebben mijn vorige borden het niet allemaal overleefd in de vaatwas. En ik weet dat ze hier kwalitatief goede borden hebben. Dus ik raad jullie echt even aan om hun website even te checken. Dan heb ik nog een glazen set. En ik vind deze echt heel erg chill. Want je kan er letterlijk alles in schenken. Pas letterlijk bij alle drankjes vind ik. Ik vind ze echt heel erg mooi. En zoals ik zei heb ik echt een heel specifieke smaak. Dus deze glazen heb ik eigenlijk al. Ik had eigenlijk gewoon meer nodig. Want ik merkte laatst toen met bezoek dat ik echt veel te weinig glazen heb. Dus ik heb ze weer aangevuld. Dit zijn de longdrink glazen en dit zijn de whisky glazen. En ik heb ze als een set gekocht. Dan mijn bestekset. En hier ben ik heel blij mee. Ik hou echt van deze look. Een bestek met een beetje een hamerlook. Maar ik zag echt een goudkleurige set die er zo uitzag. Die ook nog geschikt was voor de vaatwas. En dat is deze. Ik ben zo blij dat ik deze heb gevonden. Het is echt zo satisfying. Zo alles nieuw. I love it. Dan heb ik van de West Wing Collection deze artbook gescoord, guys. Echt niet normaal. Hij staat ook echt perfect bij mijn vloer. Ik moet hem nog even een plek geven. Ik ben aan het twijfelen of ik hem dus hier moet ophangen. Of bij de lege muur aan de kant van de keuken. Maar ik denk dat ik het toch hierachter ga doen. Want hier staat het nog leeg. Ik leg hem voor nu even tegen de muur aan. Want dan kan ik het volgende show aan jullie. Oké, guys. Deze plantenpot. Echt, hoe cute is dit? Ook helemaal mijn stijl. En doe ik er gelijk een plant in. Zodat jullie een beetje kunnen zien hoe het eruit gaat zien. Denk ik daar in de hoek doen. Hij is echt nog mooier dan ik had verwacht. En dan moet je je voorstellen dat deze artwork hier ook nog gaat hangen. En dan hebben we dit hoekje. En hier heb ik een geweldige vaas gescoord van West Wing Collection. Dit is de vaas zonder bloemen. Een heel mooie glazen vaas. Ik heb ervoor gekozen om in deze vaas deze bloemen te gebruiken. Dus mocht je ook iets willen scoren van de West Wing Collection. Ik heb nu een kortingscode voor jullie. En het is Miriam15. Dan krijg je 15% korting op alles van West Wing Collection. Zo, deze man is weer wakker. Ja, hè? Ik heb een link geplaatst in mijn bio mocht je alles willen checken. En dan kan je lekker shoppen. Hij slaapt, dus dit is wat ik probeer te doen.
Oh guys, even een lekkere tussendoortje. Ik heb echt zin in kipnuggets. Hey guys, wij krijgen dus rolluik. En zij die krijgt ook rolluik. Nu even de kleuren kiezen. En wij gaan voor deze kleur, anthraciet. Die vonden wij het mooiste. Een hele goede morgen guys. Het is vandaag maandag. We hebben echt zo'n slechte nacht gehad. Echt niet normaal. Hij heeft echt denk ik met 3 uur 's nachts een beetje kunnen slapen. En daarna was het echt een hel. Alleen maar gillen. En we hadden vandaag echt een hele planning. En uiteindelijk zijn wij om 12 uur 1 uur wakker geworden. En is de hele planning weer doorgegaan. En we zijn ook echt allebei helemaal kapot gewoon. Ik heb haar echt letterlijk in 3 minuten gedaan. Ik had daar echt helemaal geen tijd voor. Want weet je wat echt is voor allemaal? Zeg maar als je je klaarmaakt boven en je hoort je baby gewoon beneden gillen. Ik kan dan niet meer functioneren. Voor mij is het dan al afgelopen. Dan moet ik gewoon naar beneden toe. Dus dan doe ik alles gewoon letterlijk in de minuutjes en dan heb ik naar beneden. Ik heb vandaag een blazer aan van de Zara. Die had ik aan het einde van mijn zwangerschap gescoord. En ik heb hem nooit gedragen. Maar hij is echt heel chill. Hij valt lekker oversized. Topje Bershka en deze broek. Oh, deze fantastische broek van de Bershka die ik op Zalando heb gescoord. Echt een heel chille broek. En hij zit nu echt heel erg lekker fijn. Heel blij mee. Zo ziet het eruit van de achterkant. Echt heel blij met deze broek. Want dat is echt letterlijk officieel mijn eerste jeans na mijn zwangerschap. Dus dat makes me very happy. En ik heb mijn eeuwige oorbellen in. Ik moet echt nieuwe sieraden gaan kopen. Want ik heb altijd dezelfde oorbellen in, dezelfde ring om. En vroeger kocht ik echt zoveel sieraden, maar ik ben er echt mee gestopt. Maar ik moet echt nieuwe sieraden kopen. Ik heb me even klaargemaakt. Nu moet ik even Essa die even overnemen van Nessie. En dan kan hij zich even snel klaarmaken. En dan gaan we even lekker richting de intratuin. Ik neem jullie daar een beetje in mee deze vlog. Kijk maar achtergrond. Zo lief. Guys, kijk één keer wat er is binnengekomen. Ik ben hier zo happy mee. Weet je nog dat ik de fotoshoot had gedaan met de Essadi? En ik heb nu een fotoalbum gekregen. Oh, deze foto is echt mijn favoriet. Ze heeft gevraagd naar mijn favoriet. En het heeft ze zo heel groot in een fotoalbum laten maken. Oh, deze fotoalbum is echt zo cute. Niet normaal. Oh my god, kijk deze. Dat was ook mijn favorietje. Grumpy baby. Echt een schatje. Dit is de favoriet van Nessie natuurlijk. Oh, I love him so much. Hij bezorgt me zoveel hoofdpijn. Ik heb echt vandaag knallende hoofdpijn. Maar echt, hij maakt alles goed. Kijk hoe cute het is. Dit is de voorkant. En dit is de achterkant. Cutie. Ik ga het allemaal zo goed bewaren voor later. Ik heb dus zelf echt heel weinig foto's als baby. Die zijn wij dus kwijtgeraakt toen wij gingen vluchten naar Nederland. Dus ik heb echt letterlijk 4 foto's of zo in totaal. Dus dat vind ik soms echt heel erg jammer. Dus ik probeer echt zoveel mogelijk te bewaren voor hem. Maar haar is er echt niet uit. Kijk, is hij eindelijk aan het slapen, joh. Ja. Kijk, trouwens, mijn nieuwe schoenen, guys. I love them. Nou, Nessie wou nog iets langer liggen met de kleine, omdat hij net in slaap was gevallen. Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen, want ik ga nu lekker naar de tank. Ik had 2 ijskoude Red Bulls. Ik ga er de hele dag van genieten. Dit is echt mijn genietmomentje, mijn eerste Red Bull van de dag. Anders overleef ik het niet. Zelfs koffie werkt bij mij niet meer. En mijn hele auto zit gewoon vol met Red Bull. Dit is hoe ik het overleef deze dagen, guys. En dit zijn trouwens ook de enige 5 minuten dat ik echt gewoon net uit huis ga. Behalve dat ik ook soms ga wandelen. Maar echt, ik moet echt vaker uit huis. Ik weet niet waarom, maar ik vind het nog best wel eng om zeg maar met Asset alleen op stap te gaan. Nessie doet het al wel wat vaker. Maar ik durf dat nog niet of zo. Ik vind het nog heel erg eng. Oh ja. Oh, Asset, eindelijk drinken. Ze heeft een dutje gedaan. Ze wil eindelijk drinken, hè? Ga weer weer. Yeah. Yay. Echt, ik hou zo erg van dit soort geluidjes. Als hij drinkt.
Oh, dat is trouwens ook wat ik wou vertellen. Nesim kan dus heel slecht tegen de geluiden van de Asadi als hij slaapt. Want hij maakt echt heel veel geluid. Dus hij slaapt nu op de zolder. En ja, ik wil heel graag naast hem slapen. Ik kan echt niet zonder hem meer. Dus hij slaapt bij mij nu in de co-sleeper. En ik slaap nu dus alleen naast de Asadi. Maar hij maakt echt heel veel geluid. Echt de hele nacht door dit soort geluiden. En soms gilt hij ook gewoon in zijn slaap. Hij is echt een aansteller. I love him so much. Ja. Yeah. Wij zijn dus Pampers aan het testen. We hebben hier Pampers. We hebben hier... Dit is van de Albert Heijn. Albert Heijn huismerk. En er is Kruidvat huismerk. Maar ik vind Pampers er echt zo leuk uitzien. Het is echt te schattig toch. Hey! Waarom lag jij daarbij? Echt, de laatste begint echt zoveel te lachen. Het is zo cute. Waarom lach jij? Waarom lach jij? I love you. Karamoy, waarom lach jij? Ja, hij is nu aan het poepen, denk ik. I love you so much. Kijk eens een kuiltje, kijk eens een kuiltje. Heb jij een kuiltje? Heb jij een kuiltje? Waar zijn we dan? Heb je het weer overleefd vandaag, Nesim? Heb ik het weer overleefd? Ja. Ja, soort van. We hadden net over dat het de ergste nacht ever was. Dus ik maakte echt geen grap. Oh ja, ik heb ook verteld aan mijn volgers dat je niet meer bij mij slaapt. Omdat je echt niet tegen de geluiden van de SRD kan. Nou, niet alleen de SRD's geluiden. Ja. Moet ik dat wel vertellen in je vlog? Jawel hoor. Ik had in de vlog, toen ik echt gewoon net... voor mijn bevalling volgens mij gezegd, ik ben begonnen met snurken heel heftig, tenminste Nesim zei dat. Ja. En het is niet gestopt. Het is niet gestopt, maar moet ik je zeggen. Maar ik denk dat dit keer niet met je mag wouden te maken, ik ben gewoon door je vermoeidheid. Ja, ik ben zo vermoeid en dan snurk ik ook. Ja. Maar Nesim zegt zo van, hij gaat altijd iets later naar bed, maar hij zegt als hij onze kamer binnenkomt, dus voor mij en hij zei die echt allemaal geluiden om elkaar heen hoort, hè? Ik hoor SZ snurken, ik hoor jou snurken en ik hoor ook nog eens die apparaat van hem. Die ruis. Ja, sorry, maar dan moet je opstaan in de nacht om melk te gaan doen en dan kom je terug, kan je niet meer slapen door al het geluid. Maar ze hebben nu een beetje de taken verdeeld, echt, we zijn allebei zo erg moe. Ja, maar we helpen elkaar gewoon allebei heel goed, zodat we allebei een beetje normaal door de nacht heen kunnen, maar het is echt pittig, moet ik zeggen. Okay, iets ook wat we eigenlijk ook moeten vertellen in deze vlog, anders is het heel raar. Maar dit is wel een beetje slecht nieuws eigenlijk. Dinari is weg bij ons. Oh ja. Oh, heb je dat niet verteld, Joe? Nee. Ja, man. Ik had een story gedeeld van M&M dat nu Dinari bij haar is. En ik kreeg er zoveel vragen over en dat snap ik ook wel. Maar dat ging dus helemaal niet goed. En het heeft eigenlijk helemaal niks te maken met Asset, maar het heeft te maken met Lyra. Dinari en Lyra mogen elkaar vanaf het begin echt totaal niet. Maar het is altijd nog wel een soort van goed gegaan. Je zag af en toe elkaar krabben, een beetje vechten, dit en dat. Maar de laatste tijd was het echt erger geworden. En Dinar heeft dus gewoon Lyra op haar hoofd heel hard gebeten. En het zag er al helemaal niet uit. Maar het is ook nog gaan ontsteken en het ziet er echt zo heftig uit. We zijn naar een dierenarts gegaan en die schrokte ook van Nes. Ja. Ja, dat is echt een heftige open wond. Ja, en haar oog kan ook niet meer open daardoor. Zelfs de dierenarts schrok daarvan. En hij heeft eigenlijk ons aangeraden om de katten gewoon uit elkaar te halen. Dus zijn advies. Afscheid van de Dinari. Oh, Lyra? Kijk, oh liefje Lyra. Ja, sorry. Als ik eerlijk moet zijn, hebben Nesim en ik echt de nodige discussies over gehad. Ik wil Dinar echt niet weg. Ik ga jullie heel eerlijk zeggen. Ik ook niet hoor. Nee, maar ik mag wel even eerlijk het verhaal ja, doen, ja, toch? Ja, mag wel. Dinar mocht voor mij echt niet weg. Maar ja, Nesim vond het echt niet kunnen. Het is natuurlijk ook super sneu voor Lyra. En dit was eigenlijk ook de enige oplossing dat ze allebei een beetje normaal kunnen leven. Vooral Lyra echt stressvrij, zeg maar. Want ze heeft echt zoveel stress gehad de afgelopen jaren met Dinar. Dat we toch tot de conclusie zijn gekomen om Dinar weg te doen. Maar we hebben wel een beetje geluk gehad. Want Emene, dus mijn vriendin die jullie heel vaak in de vlog zien, heeft dat dus overgenomen. En we kunnen daar altijd langs. Plus ik weet dat het gewoon echt
dat ze daar echt heel erg goed heeft. Ik had me ook geen beter huisje kunnen voorstellen voor haar, zeg maar. En Dina vond Eminem altijd al heel erg leuk. Als ze bij ons kwam, ging ze ook altijd heel erg bij haar helemaal slijmen en doen en knuffelen, weet ik veel wat. Dus ja, we zijn achteraf heel erg blij met onze keuze. Ik vind het wel heel jammer en we missen Dinari heel erg. Hey, nee, Simi. Ah. Yeah. Oh yeah. Mami. Naar de kunst. Dat leek mij een beter idee. Kunstplant. Aangezien ik planten niet leven kan. Zeg maar hi Sadie. Nee, ze is dus nu naar de fitness. En ik had echt al zoveel trek. Dus ik heb gewoon een visje uit de diepvries in de oven gedaan. En ik wil eten, maar ik kon niet stoppen met huilen. Dus ik moest hem even op schoot doen. Dus ik moet even proberen te eten, dat het niet op zijn hoofd valt. Ik kreeg net DM's dat hij dus heel veel op Nessim lijkt. En in het begin zeiden ze dat hij heel veel op mij leek. En nu zegt iedereen Nessim. Maar ik zie dus echt een mix van mij en Nessim. Ik vind zeg maar, dit vind ik echt gewoon Nessim. De bovenkant van zijn ogen en zijn wenkbrauwen. En dit is echt Miriam. Mama, can you say mama's name? Can you say dada, dada? Yeah, yeah! Zo, ik heb net alle afwas gedaan. En ik heb al zijn flesjes even gewassen. Oh, dat is zo satisfying. Ik heb alles even gewassen en mooi gesorteerd. Dan kunnen we deze nacht weer een beetje overleven. En zeg maar, doei. Wij gaan slapen. Sadie, slaap lekker, hè? Met slaaptijd. Slaap lekker, Sadie. Met slaaptijd. Slaap doei. Lekker, Habibi. Hij zwaait gewoon.